onze hulp en onze enige verwachting sta. In de naam des Heere, Heere, die hemel en aarde uit het niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwiglijk leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Laten we vooraf trachten voor hem met elkander een zegen te vragen over dit ons te samen zijn. Heere, gij God des aanroepers en des menigvuldigen ontfermen, gij die in het hoge, in het verheven, in het heilige woont en troont, waar gij zijt, die vol heerlijke, die vol zalige, die vlekkeloze reinen in uzelf. En waar gij nederziet, Heere, op deze aardbodem die in het boze ligt, op deze aarde, Heere, die vervuld is met wrevel, met goddeloosheid, boosheid, ongerechtigheid. En waar wij ook bemerken en daar wij het horen en zien en kunnen lezen over het wereld rond, en waar ook de verschrikkingen zo daar allerwege toenemen in oorlogsgeweld en in gruwelijkheden, en waarbij duizenden, tienduizenden zijn vluchtende, ja, waar velen verdrukt en vervolgd worden, om des geloofs wil, maar ook in ons diep gezonken vaderland, waar wij u en uw woord en uw wetten hebben verlaten en komen te vertreden. Maar dan laat gij toch nog in de bangheid der tijden, Heere, dat uw woord hier en daar nog uit mag gaan, en dat we ook vanavond hier samengekomen zijn in Arnhem-Muiden, welk een dienst ook belegd is door het comité van de gereformeerde Bijbelstichting al hier te Arnhem-Muiden. En mocht hij ook hen gedachtig zijn in hun arbeid als comité, en bij uw woord en bij uw waarheid doen houden, Heere, en dat ook hun arbeid die zij nog mogen verrichten, ook voor de gereformeerde Bijbelstichting, dat het bovenal nog mag wezen als een middel in uw hand, dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. En dat het mag wezen onze aloude statenvertaling, toch ook tot vertroosting en versterking. En maar ook tot een ontdekking en Heere van uw abare Sion, arm is ikzelf. Rijk in een ander, maar ook daar in het hoofdbestuur. Ook met onze oude voorzitter van de GBS, dominee P. Blok, wil ook hem gedenken. Het is aan de avond van het leven, Heere. En hij mag er nog wezen, als het in uw raad kan en mag bestaan. En dat hij dan ook een weinig zijn arbeid zou mogen verrichten, er valt zoveel weg, Heere. En het oude gaat weg en er komt wat anders voor in de plaats. En ook daarop ziende zijn de tijden zo ernstig, Heere. De aanvallen van buitenaf, maar ook vrezende de uitholling, ook van binnenuit, dat we bewaard mogen worden, ook als gereformeerde Bijbelstichting, en ook de comité's, en ook hier in Arnhem-Muiden. En zou dan vanavond, als gij het geeft in dit uw bedehuis, waar we een ogenblik bij elkander zijn gekomen, van jong tot oud,
En maar ook nog die met ons meeluisteren, die niet op hebben kunnen komen. Dan mocht gij vanavond nog eens een zegen schenken, Heere. We hoorden zojuist voor de kerkdienst buiten. En dat hier ook zo vlak nabij de wereld. Die viert feest, de muziek werd gehoord. En de mensen die stromen samen. Maar we bedoelen het niet oneerbiedig, Heer, maar zal er vanavond al hier werkelijk eens feest mogen zijn. En dat niet een feest van de wereld of van de godsdienst waar de levende God in gemist wordt. Maar mocht het werkelijk eens wezen, Heer, wat een dichter van getuigt, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd en dat van zere wegen. Heere, dan gaat de mens verdwijnen en dan begint gij, o koning van uw kerk, te verschijnen en dat is een feest. Waar hier bij tijden en ogenblikken toch voor uw ware ziel niets wel eens van geproefd en gesmaakt mag worden. Wat een wegje menigmaal komt te gaan met een dichter wat we gezongen hebben. Duizend zorgen, duizend noden. En doden kwellen mijn angstvalligheid voor mij. Uit mijn angst en uit mijn noden. Maar ach, het mag toch ook wel eens wezen in zulke wegen. Van diepte, donker en duisternissen. Dat gij zelf kwam te betonen, wie gij zijt voor een ellendig en voor een arm volk, en voor de zulke daarin die het leven in eigen hand niet kunnen houden, voor de zulke, die daarin wegkomen te gaan waar de apostel van getuigt, want wij die leven, worden elke dag overgegeven in de dood, opdat daarin mocht zijn dat Jezus Christus in ons zou mogen leven. Het is een stervend leven en het is een levend leven. Heer, het zijn heilgeheimen. Werk het nog in de kinderharten, werk het nog in de harten van jongens en meisjes en onze jongeren, maar ook tot een oudste toe. Zou je vanavond de rijen nog door willen gaan bekeren wat onbekeerd is? En zijn er nog recht bekommerde zielen onder ons? Ach, dat de rust daarin niet gevonden zal worden. En waar het waar mag zijn, van u mag wezen, dan zal het er ook niet gevonden worden. Want dan is er geen ene grond als die enigste grond. En dan ligt het niet daarin in onze bekommering, in onze ellendekennis. Ligt niet in onze bevinding, in gebedsverhoringen daarin. Al gaat het er niet buiten, Heere, maar er is maar ene grond ter zaligheid. En enige naam onder de hemel gegeven, door de welke wij alle moeten zalig worden. Ach, zult ge dan de zulke nog willen leiden en leren door uw woord en door uw geest. En dat er vanavond nog een spijze zou mogen zijn. En voor de zulke, zover het onder ons mag wezen, uw Sion. Zover het er zou mogen wezen, gij weet wie ze zijn. En gij getuigen van, ik ken de mijne. En maar ik word ook van de mijne gekend. En dan zal het toch waar wezen en worden bij aan en bij voortgang. Hetgeen ons is voorgelezen. Hij staat achter onze muur. En dan mag het geloof doorkomen te breken dat gij daar staat. Gereed en vaardig tot hulp. Hij is kijkende uit de venster en hij is blinkende uit de tralie. En dan dat goddelijke wonder en mijn liefste antwoordt mij en zegt tot mij, sta op mijn vriendin, mijn schone en kom. Daar liggen ze, zwart, walgelijk, in een goddeloosheid, niet in de uitleving.
maar in de inleving voor u den hoge God, waar niet anders overschiet gans meelaats onrein, schuld, 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 en dan dat goddelijke wonder, niet aangezien te worden in zichzelf, maar aangezien in de Zoon uw eeuwige liefde en goddelijk welbehagen. Sta op, het is een volk, wat menigmaal te neder ligt, wat zelf niet op kan staan en op kan komen, maar als gij spreekt, dan is het er. Och, Heere, zou ge dan vanavond nog naar het harte van uw Sion willen spreken, gedenk nog, en ieder in het zijne, alle noden, alle zorgen, alle zieken die er zijn, gij mocht er nog op de neder zien, middelens nog zegenen, boven al uw bekerende genade niet onthouden, eenzame, alleenstaande, alle rouwdragende, wat is er een leed en droefheid en smart en grote verlies, het moet beleefd worden, Heere. Heilig alle smart, help in alle droefheid, waar alle mensen hulp en troost tekort schiet. Gedenk ook wat in psychische noden verkeert. Help de zulke, onze gehandicapten. En gij mocht er op de neder zien, ook daaronder heb gij uw kinderen. Zij verstandelijk minder vermogend, lichamelijk in beperking en hulpbehoevendheid, meervoudig gehandicapt, Heere, bekeer nog wat onbekeerd is. Als daar ambtsdragers onder ons zijn, op de plaats waar gij ze gesteld hebt, Heere, ach, mocht het wezen. En daar ze nog een weinig daarin verwaardigd mochten worden, om nog als een wachter gesteld te mogen worden, om nog wakker geschud en wakker gehouden te mogen worden, en dat we nog bij uw woord en bij uw waarheid mogen blijven, en dan zal het ook beleefd gaan worden, dan het eenzame plaatsen en posten gaan worden, waar alles tegenop komt, maar gedenkt in de ambtelijke bediening. Ouderlingen, diaken en voorgangers, ook onder ons schenk. Uw helpen en bijstand, zegen ambtelijk, zegen persoonlijk. En we hoorden ook zo binnen dit comité, dat zo kort geleden, ook daarin die man en vader de tijd met de eeuwigheid heeft verwisseld, jarenlang secretaris geweest van dit comité, veel arbeid, de vermogen verrichtte, een weduwe is achtergebleven, kinderen, kleinkinderen, moet beleefd worden, ook hier in het comité, waar we begrepen hebben van een deze mannen, dat het ook zijn schoonvader is, een ledige plaats, begrepen een kort ziekbed, en het is eeuwigheid geworden, en waar de boom valt, zal die eeuwig blijven liggen, we hebben ook begrepen, ook binnen dat gezin, ach, welke droefheid en smarten zijn er in het leven geweest, als ook dierbare panden zijn weggenomen. En we hebben een weinig begrepen, ook binnen dit comité, dat er meerdere zijn, ach, die geliefde panden hebben moeten verliezen. Zij dat een huwelijksboom geklieft, maar ook als wij een kind of kinderen hebben moeten verliezen. Heere, dat zijn wonden, dat zijn smarten, alle woorden houden op. Ondersteun en sterk nog de zulke, ook binnen dit comité en degene die hier aanwezig zijn, maar ook daar in die rouwdragende familie nog zo kort geleden, die dan aan de groeven gestaan hebben, gedenkt die weduwe,
voor ons onbekend, zover wij weten, maar mocht het zijn van u gekend, Heere. En daar zal het zo op aankomen. We hoorden ook nog in deze week, hoe dat er ook een uit Arnemuiden daar in zee gevallen is van het schip. Het daar afgeslagen, 1,5 uur in het water daar gelegen heeft. En een wonder, Heere, dat hij nog gered heeft mogen worden. Dat we er ook u in mochten erkennen. Het is de uren en de tijd van hem nog niet geweest. We weten niet of die kerkelijk is of niet. Het doet er ook daarin niet toe. Ook hij heeft een ziel voor de eeuwigheid. En nou heb gij nog gespaard en nog bewaard. Dan zal die man daar op de, in de zee, in die 1,5 uur, de dood aanschouwd hebben. En waar de dood op hem afgekomen is. Maar Heere, gij hebt er nog geen lust in gehad. En hij mag nog gered zijn, maar zou boven al zijn arme ziel gered mogen worden. En dat hebben we alle nodig, Heere. Gedenk ons dan in dit avontuur. Al uw ware geroepen knechten wil ze bijstaan. In de arbeid die gij op hun schouderen hebt gelegd. En als we er dan ook voor staan een enkel woord te spreken in dit verband. Heere, mocht de bede zijn, och, schonk gij ons de hulp van uw lieve geest. Maak het dan nog waar ook ditmaal zie. Ik leg mijn woorden in uw mond. Ik bedek u onder de schaduw mijner hand. Om den hemel te planten, dat is uw eigen werk, Heere. Ach, kom dan nog over in dit avontuur. En scheld die helle hond. Neem alles weg wat schadelijk en hinderlijk is. Zouden er nog lastdragers en medezuchters mogen wezen, Heere. Ach, kom dan nog over. We hebben het gezongen, 1,000 zorgen, 1,000 noden. Kwelle mijn angst, vallig hart voor mij. Uit mijn angst en uit mijn noden. Het ligt 1,000,000 maal verzondigd, Heere. En mocht dat nou eens geen woorden en geen lippentaal zijn. Maar zou het beleving mogen zijn. Want is zo'n groot onderscheid beleiden of beleven. Eén daar zijn maar een enkele letter of ene letter. En een groot onderscheid, Heere. Werk het nog in het voorgaan en in het luisteren. En mochten de uitgangen van deze uren dan nog eens trekkende zijn. Tot de eer en de verheerlijking uws groten en lieve naams. Zouden er nog zielen toegebracht mogen worden. Uw ziel nog ondersteund en versterkt mogen worden. Maar ziet daar of daar ook schadelijke wegen zijn. Leid ons op de rechte weg. Ach, kom dan nog over en help ons nog. Ook ditmaal hoor dan nog. En verhoor dan nog en dat om diens wil. Die gij nu altijd hoort en verhoort, dat is om den Heere Jezus Christus willen. Amen. Geliefde, wat is het leven ernstvol. We hoorden zojuist van het comité van de GBS. Hier in Arnemuiden ook in deze week dat er een man geweest is, 1,5 uur hebben we gehoord zo, die daar in zee gelegen heeft, 1,5 uur, krijg je toch wel de dood voor ogen, geliefde. Die man is nog gered geworden, het is nog geen eeuwigheid voor die man geworden. En het werd ook zo genoemd, begrepen ook uw schoonvader, ja, hoge leeftijd mogen bereiken, begrepen. Kort ziekbed, veel hier voor het comité van Arnemuiden betekent, veel arbeid mogen doen, maar zijn gedaante wordt niet meer gezien.
Zijn stem wordt niet meer gehoord. En het is eeuwigheid geworden. En geliefd of dan het geloven of niet, van de jongste tot de oudste. Dominee, dat is toch wel ernstig en ergs als hij zoiets, geliefde, of dan het geloven of niet. U zit te sterven en ik sta te sterven. En het is nog een ogenblik en wij zijn niet meer. En waar is onze reis naartoe? Zoals de boom valt, zal die eeuwig blijven liggen. Wat is dan grijpend, hé, als je bij een sterfbed staat en je aanschouwt het. En er mag een liefdesbanden zijn dat je eraan verbonden mag wezen. En het geldt voor ons allemaal. Het is een ogenblik. God mocht ook de weduwe die achtergebleven is en het verdere gezin. Kinderen, kleinkinderen, aangetrouwd, gedachtig zijn. Het is een ledige plaats, comité, ook in het comité. En het is nog een ogenblik en uw plaats en mijn plaats is ook leeg. Waar is de reis naartoe? Toch wel een levensvraag. Hey, waar is onze reis naartoe? Ja, want het is nog een onderscheid dat we daar, misschien 100 meter daarachter, nog een onderscheid dat we daar niet staan. Als je dat dan hoort, die muziek zo, en je ziet daar nog zo'n hele massa mensen naartoe gaan. Toen je daar zo voorbij reed en je hoort die muziek zo. Dan kunnen we, ja, dat is een plaats, daar horen we niet. Maar is het wel eens een wonder geworden dat ik er niet bij staat. Want anders zijn we eigenlijk allemaal mannen toch een beetje beter, hé. Ja, dan zijn we ouderlingen of diaken of we zijn domineeën, we hebben een preekjas aan en we zijn allemaal netjes. Maar gemeente, als we nou meer niet hebben, ja, dan is het nog groot. Als er onderscheid is, dan we er nog niet aan mee hoeven te doen. Maar als er nou meer niet is, dan hebben we toch nog niks toe, hoeders. We moeten sterven en God ontmoeten. En er zijn maar twee wegen. Weet je, als ik bij God vandaan een ogenblik een klein beetje op de rechte plaats gebracht mag worden, dan ga ik op mijn knieën voor die mensen die daar staan. En die misschien wel met die muziek mee gaan staan te doen. En dan ga ik op de knieën, o God, haalt er daar ook nog eens eentje uit. Mag er daar ook nog een door God? Gaat er geen eentje voorbij? En ook vanavond, als we zo bij elkander, waar God het nog gegeven heeft. En we hebben genoemd het ernstvolle van dit leven. De ledige plaats die gevallen komt te zijn. Ach, het moet nog zijn in ons leven. Ach, dat er zulke lege plaats geleerd en gekend zou mogen worden. Bij aan of bij voortgang. Ach, dat we God komen te missen. En dat we God niet meer kunnen missen. Ach, de Heere mag door zijn lieve geest komen te werken. Opdat het nog mag zijn in de donkerheid der tijden. Dat het toch in de wijn gaat. Nog jonge druifjes zouden mogen zijn en daar hadden we gedacht. Konnen mocht het zijn met de hulp des Heren uw aandacht. Een ogenblik bij te bepalen en dat wel uit het Bijbelboek Hooglied, het 2e hoofdstuk. En daarvan het 15e vers. Hooglied 2. En daarvan het 15e vers waar Gods woord en onze tekst aldus luidt, vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes tot zover. We hadden gedacht bij deze tekstwoorden te plaatsen Gods oog en zorg over zijn wijngaard en willen stilstaan. Konnen mocht het zijn met de hulp des Heren bij een drietal gedachten. Ten eerste het gevaar voor de wijngaard. Ten tweede de opdracht en de bede. En ten derde de zegen in de wijngaard. Dus Gods oog en zorg over zijn wijngaard. Drie gedachten. Ten eerste het gevaar voor de wijngaard. Ten tweede de opdracht en de bede. En ten derde de zegen in de wijngaard. Doch voor wij daartoe overgaan, willen wij er eerst van zingen. En dat wel uit Psalm 74, vers 18, 19 en 20. Psalm 74 geeft wild gediert dat niets in het woen ontziet. Het 19e vers.
Beschouw er, denk u, vastgestaaf verbond en het 20e vers dat elk verdrukt. Uw bijstand eens erlangen wat er verder volgt. De verzen 18, 19 en 20 uit Psalm 74. En wij maken nog bekend dat er straks bij de uitgang één collecte gehouden zal worden. Welke bestemd zal zijn voor de gereformeerde Bijbelstichting. Welke wij ook van harte in uw milddadigheid aanbevelen. Dus onder dit zingen geen collecte. En straks bij de uitgang één collecte die bestemd is voor de gereformeerde Bijbelstichting. We gaan zingen Psalm 74, 18, 19 en 20. Thank you.
de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Onze eerste gedachte hadden wij genoemd het gevaar voor de wijngaard en de woorden die wij zo beluisteren, Gods woord. In het Bijbelboek Hooglied, het welk wel genoemd wordt het lied der liederen. Een zeer hoog en een verheven lied. En waar wij beluisteren hoe dat de bruidegom tot zijn bruid komt te spreken. En hoe dat de bruid van haar bruidegom ook mag getuigen. Waarin wij beluisteren de meerdere Salomo, de Heere Jezus Christus. Die tot zijn bruid en tot zijn kerk daar spreken. Er is maar ook die kerk met een hoofdletter. Van haar bruidegom Christus mag komen te getuigen. Het is een samenspraak, een zeer schoon, een hoog en een verheven lied. En geliefde zoals we hier vanavond zijn. Als we dan bij dat hoog en dat verheven lied, dat lied der liederen. Om daar nou vanavond gebracht te mogen worden. Hoe hoog zouden we dan moeten gaan? Hoe ver zouden we de ladder op moeten gaan om bij dit lied te kunnen? Dit is een lied dat wordt geleerd in de laagte, in de diepte. Het hoge lied wordt in de diepte geleerd bij God vandaan. Dat is voor kruipers, dat is voor bedelaars. Dat is voor de zulke waar we mee begonnen zijn. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Dat is voor de zulke die een wegje komen te gaan. Duizend zorgen, duizend doden. Kwellen mijn angst vallen gaat voor mij. Uit mijn angst en uit mijn noden. En dan beluisteren we hier in dat hooglied. En dan beluisteren we daarin de Heer Jezus Christus zelf komt te spreken en te getuigen. Maar hoe dat ook die kerk die bruid haar mag getuigen. Hoe dat zij de stem van haar liefste mag leren kennen. En hoe dat haar liefste komt te antwoorden. En hoe dat hij daar staat. Achter onze muur kijken en uit de vensteren, blinken en uit de tralien. Maar vanavond nog eens wezen, arme muiden, dat deze liefste, want we zouden toch kunnen vragen vanavond, wie is nou je liefste vanavond? Waar komt nou je hart naar uit te gaan? Jeugd, jongens en meisjes, we zien gelukkig nog wat kinderen, we zien nog wat jeugd en jongeren. We zijn er verblijd mee dat je er vanavond bent. Misschien heb je er ook wel geen zin in gehad. Ja, misschien heb je ook wel moet naar maar vrijdagavond moet ik dan naar de kerk komen te gaan. Och, de Heere mag het eens gebruiken. Voor je arme ziel, jeugd en jonge mensen. Maar het geldt tot de oudste toe. En die met ons meeluisteren. En mocht vanavond nog eens waargemaakt worden. In het hart van zijn volk en van zijn kerk. Hij staat achter onze muur. Ach, daar is die gereed en daar is die vader. De koning der koningen. Ach, voor zijn volk en voor zijn kerk. Die het leven komen te gaan. Het leven in eigen hand die kunnen houden. Aan die het wegje komen te gaan. Elk ogenblik beden om te komen. Maar hij staat achter onze muur. En hij is kijkende uit de vensteren. En hij is blinkende uit de tralien. En mijn liefste antwoordt mij. En hij zegt op mij. Sta op mijn vriendin. Dus dat is een volk dat ligt in de waagten en de diepte. Dat is een volk die kunnen zelf niet opstaan. Er zijn er zoveel die bespreken en waagten en een diepte. Er zijn er zoveel die hebben het daar over een laagte. Maar ze gaan zelf opstaan. Maar er is een volk die bij aan en voortgaan. Zelf niet meer op kunnen staan. Wat we dan denken van Saulus van Tarsus. Hoe dat hij neergeveld geworden is. Op het slagveld van vrije genade. Saul, Saul, wat vervolg gij mij. Ze zijn alle te nedergevallen. Alle die bij hem waren. Er was niemand die staande is gebleven. Ze zijn allemaal te neergevallen. Maar ze zijn allemaal behalve Saulus zelf opgestaan. Maar de Heere sprak tot een Saulus. Sta op. Ja, die man die kon zelf niet meer opstaan. En waar moest hij toen? En toen hij opstond. Wat kon hij toen doen? Niets, geliefde. Want toen hij stond, toen zag hij niets.
Toen had hij een leidsman nodig van die blind te wezen. En zo zou bij aan en bij voort gaan komen te zijn. Als zouden we dan vanavond nog opgekomen zijn. Misschien wel een hele reis er nog voor gemaakt. Om in Aardenwijde te komen. Maar dat vanavond is zou mogen zijn. Sta op mijn vriendin. En die het in moet leven en mag leven. O God, ik ben zowat gelijk de tenten van Kedam. Ach, het geldt voor mij enig. Ik moest zeggen, o God, ik heb mijn wegje verdorven. Er is een spoor van zonden en ongerechtigheid. Maar nou dat goddelijke wonder, aangezien te mogen worden, in een ander, ja, mijn vriendin, mijn schone, enkom. En dan beluisteren wij hier, hoe dat daar in haar deze bruid, hoe dat ze daar die stem als liefste heeft mogen leren kennen. Maar dan zien wij ook onze tekstwoorden. Ach, het is als het ware een ogenblik te midden van dit lied. Waar we deze woorden beluisteren. En dan horen we te midden van dit lied. Onze tekstwoorden vangt. Gij lieden ons de vossen. Onze kanttekenaren schrijven daarbij. Zijn de woorden daar. Ach, van die bruidegom, hoe dat hij de opdracht geeft aan de herders en leraars en opzieners, aan ouderlingen en diakenen, aan zijn volk en aan zijn knechten, ach, dat ze daarin wakende zouden zijn, over de wijngaard, over de kerk, vangt gij lieden ons de vossen. Maar het is ook een bede van die Sulamiet, die bruid, ach, die het daar gewaar komt te worden, te midden, ach, van dit lied. Er hoeft maar één zondige gedachte te zijn. En die vossen die komen daar. En er ligt weer een scheiding tussen God en de arme ziel. Opdat ook de kerk het uitgeroepen van gij lieden ons de vossen. De kleine vossen die de wijngaarden verderven het gevaar. Voor de wijngaard, er wordt hier een beeld genomen van een wijngaard. En we weten daar. Ach, onder het volk Israël, het Judea, het was het land van de wijnstokken. Daar waren vele wijngaarden in dat land van Canaan. Kunnen het al lezen ook in Gods woord, als we daarin ook met de kinderen Israëls, als ze daar dat land gaan verspieden, hoe dan ze daar met die druiventrossen van Eskol. We lezen van Salomo dat die wijngaarden kwamen te hebben. Het land Canaan, het was een land van de wijnstokken. En die wijngaarden, die hadden aan de buitenzijde een omheining of een muur. Opdat ze afgeschermd zouden worden. Opdat daarin het gedierte, wat het op die wijngaarden, op die druiven gemunt heeft. Opdat ze er buiten zouden blijven. Er was een muur en een tuin om die wijngaard heen. En het was, we zouden zeggen, onmogelijk van buitenaf. Om die wijngaard in te komen, maar vangt gij lieden ons de vossen. En als we eens een ogenblik ook voor onze kinderen vanavond nog zomaar eenvoudig, GBS, zo'n avond, zo mag dat zo wel. Als we dan zo denken aan die vossenkinderen, ja. En vos, dat weten we. Ach, die is scherp van gezicht. Hij is scherp van reuk. En in onze natuur, zo hier in Nederland, die heb je vossen, dan zijn ze meestal bruin. Maar je hebt ook witte vossen, je hebt ook zwarte vossen. Dus er zijn verschillende kleuren ook in die vossen. Dik van vacht, een dikke staart, ongeveer de grootte van een hond, zo'n vos. En viervoetig dier, en het zijn dieren die vlees komen te eten, vleesetende dieren. Een vos, en wat doet die vos? Die vos die heeft zijn holen in de aarde. Een vos die komt zijn holen in de aarde, die komt te graven. En wat doet zo'n vos bij die wijngaarden? Want in zonderheid ook die jonge vossen, die hebben het gemunt op honig. Maar die hebben het ook gemunt op de druiven en op die wijnstokken. Daar gaat hun begeerte en gaat daar en de natuur gaat daar naar uit. En dan zien wij dat die vossen die graven holen en die kunnen onder die muur doorkomen te gaan. En dan komen die vossen, die komen in de wijngaard of ze blijven onder de grond. En ze knagen daar aan de wortelen van die wijnstokken. En als je in het rijk der natuur
een vossenhol tegenkomt. En je zou zeggen, dit is een hol van een vos. En hij zit erin. Dan zou je denken, ik maak die gang dicht en hij kan er nooit meer uit. Maar een vos heeft geen ene uitgang of ingang, maar er zijn verschillende in- en uitgang. Een vos die kan alle kanten uit. Je kan het ene gat toestoppen en het andere komt er weer uit. Ach, gemeente, vangt gij lieden ons de vossen. Het zijn de zulke die een leer komen te brengen. En ook onze kanttekenaren spreken ervan. Wat niet naar God, dat schoddelijke woord. Wat niet van God geleerd komt te wezen. Het zijn de dwaalgeesten. Zijn de vreemde geesten. Die in andere leringen komen te leren. En je kan ermee spreken. En je kan het proberen te weerleggen. Maar ze gaan weer een andere uitgang heen. En als het niet hier is, dan schieten ze wat daarin. En ze verdraaien wegen in alle krommingen om alweer een uitgang te vinden. Naar de mens gesproken, ze zijn niet te vangen, geliefde, maar God kan ze wel vangen. God kan ze arresteren, maar vangt gij lieden ons te vossen. Want die vossen, ja, die daar onder die muur gaan, ze knagen daar aan de wortelen van die wijnstok. Wat houdt dat in, geliefde? Ze knagen aan de grondwaarheden. En aan de grondstukken die gekend moeten worden. Wil het wel zijn op wegreis naar de eeuwigheid. Comité van Annemuiden. Dat je daartoe gesteld mag worden. Om nog bij de waarheid te mogen blijven. Om die af te wijken te linken en te rechterzijde. En dat je bewaard mag worden bij die waarheid. Maar ook getrouwheid daarin. Dat we niet meegevoerd zullen worden. Met de vossen die meer en meer zich gaan vermenigvuldigen in onze dagen. Want het is ook een woord wat voor 2015 nog geldt. Vangt gij lieden ons de vossen. En er wordt eraan geknaagd. Die kan er wat van zeggen. Schieten daarheen. Schieten daar. Ze zijn ook niet te volgen. Want de vossen in de natuur, die gaan ook niet zo'n rechte weg. Als je een vos hebt in de natuur. En hij heeft een vijand, een vos, dat zijn honden. Honden, dat is voor een vos een vijand. En die vos, als die daar moet vluchten, dan zie je zo'n vos, die zie je door het veld gaan. En hij gaat als het ware, als een pijl schiet hij recht door. Maar het is op een ogenblik en hij gaat haaks om en dan gaat hij weer. Dat is de gang van een vos. Recht door, haaks om en weer recht door. En zo kan een vos in een ogenblik verspringen. Hij is niet te volgen. Hij heeft geen rechte weg. Ja. En geliefde, daar komt het op aan voor u en voor mij. Ja, een rechte weg. Een eerlijke weg. En niet daar van links of naar rechts. Ach, die niet te volgen komt te zijn. Maak in uw woord mijn gang en mijn treden vast. Ze zijn niet te volgen. Een vos in de natuur. Als het in de winter is. Ja. Bekend, wel van geschreven, en dat ligt sneeuw. Dan zou je zeggen, zo'n vos die kan je wel volgen, nee. Maar als een vos in de sneeuw loopt, dan gaat ze staart heen en weer. En zijn boot die kan je niet meer volgen. Het wordt als het ware weggevist. Ja, het is bijna niet te volgen. Het is bijna niet te onderscheiden. Of het waar is, of dat niet waar is. En dan denken we aan die wijzen en die dwaze maagden. Vijf van haar waren wijs. En vijf waren dwaas. En die wijzen, die hebben die dwazen niet onderkend. Want ook die dwazen, die hadden olie in hun lampen. Het kwam ook licht te geven. En ze kwamen ook uit te gaan de bruidegom tegemoet. Ze hebben zich bij de wijzen ook gevoegd. En die wijzen, die hebben het ook niet in de gaten gehad. We zouden zeggen, die olie in de lampen. Ze hadden ook iets van de werkingen van Gods lieve geest. Dan kunnen er benauwdheden zijn. Er kunnen verschrikkingen zijn. Er kunnen uitkomsten zijn. Er kan misschien wel een weinige ontsluiting zijn in dat goddelijke woord. En dat men begint te spreken van de ervaringen en belevingen die men beleefd kon te hebben. Olie in de lampen, licht verspreiden en de bruidegom uit te gaan tegemoet. Hij vertoefde, ja, die bruidegom en alle 10 in slaap gevallen. 5 waren wijs, 5 waren dwaas. Een gelijk getal, ja, het trekt gelijk op. En het komt zeer nauw bij elkaar. 5 en 5. Dat betekent dat het zeer nauw. Dat het er zo op lijkt. Ziet die vos daar gaan. Het is niet te volgen. Ze zijn niet te onderkennen. Maar als dan die bruidegom komt.
Daar gingen die wijzen, die gingen uit, want die hadden de olie in haar vaten. Ah, daar zat het olie, die genade des geestes. Daar kwam in het hart te zitten en niet in het hoofd, geliefde. En die dwazen, die zeggen, geef ons van uw olie. Ja, toen wilden ze daar wel wat van Gods volk en kerk. En wilden ze wel hebben, maar ga tot de verkopers en koop voor uzelf. Voeg je nog onder de genademiddelen. Maar het was te laat, geliefde. Want de wijzen, ze waren ook in slaap gevallen, maar ze hadden wel olie. Ach, dat olie des geestes in hun vaten in hart. En ze zijn ingegaan en de deur werd gesloten achter hen. Ja. En als de deur achter hen gesloten, dan zijn ze binnen. En toen kwamen de dwazen en er was de deur gesloten voor hen. Zat een deurdikte tussen. Zat een drempelbreedte tussen. Maar ze stonden buiten. Heer, Heer, doe ons open. Ja. Kloppende, roepende. Doe ons open. En ze hebben nog verhoring gekregen ook. Want een Heer kwam nog te spreken. Gaat weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Als het waar mag zijn, van God mag zijn. Al hadden die wijzen voor die gesloten deur gekomen. Dan hadden ze niet meer wat gezegd. En dan hadden ze niet meer geklopt. Maar dan hadden ze gezegd, o God, dat is rechtvaardig. Dat heb ik verdiend. Om voor eeuwig van voor uw aangezicht weggestoten te worden. Vangt gij lieden ons te vossen. Kan er zo op lijken. Ach, en toch de gang is niet recht. Kan er zo op lijken. Maar het spoor is niet te volgen. Kan wezen. Dat we er zoveel betrouwen op stellen. Misschien hebben we er wel in ons leven gehad en misschien zijn er wel. Ja, waar we zo ons betrouwen op stellen, dat is het. Dat is echt en dat is waar. Ja, en we volgen ze en we vertrouwen ze. Ja, een vos, daar wordt van geschreven. Als het in de winter is en er ligt ijs, dan legt een vos, die legt zijn oor op het ijs. En als hij het water onder het ijs nog hoort gaan, dan gaat hij er niet op. Maar als hij niets meer hoort, dan gaat hij er overheen. En we zouden zeggen, dan kan alles erachteraan volgen. Ja, en zo kan het wezen, geliefde. Dan met zoveel betrouwen of vertrouwen, hierin, daarin, die komen we te volgen, dat is het. Misschien zijn er onder ons. Ja. En bedrogen mee uitgekomen. Ja. En misschien zijn er onder ons die een wegje gaan. Zouden dominee schieten dan niks over. Ach, die vertrouwen op hun benen. Wil hij geen gunst of hulpen verlenen. Maar wel zalig gij die al zijn kracht. En hulp alleen van u verwacht. Vangt gij lieden. Het is een opdracht. Het gevaar voor deze wijngaard. Want als ze komen de wijngaard. De kerk komen ze te verderven. Ze komen met dwalingen. Met ketterijen. Met alles komt er ingevoerd te worden. Het is een tijd dat alles veranderd moet worden. Het is net als met Daniel daar in Babel. Het was een tijd van vernieuwing. Het oude moest men vergeten. Men leefde nu. En in dat heden moest alles vernieuwd komen te worden. Het is een tijd waar we middenin zitten. Vangt gij lieden ons te vossen. We hopen er straks bij te komen als de Heer het geeft. Want die wijngaarden, die hebben nog jonge druifjes. Ja, hopen er straks bij te, als God het geeft. Zouden er ook in Arnhemuiden nog zijn. Ja, dan hadden toch nog jonge druifjes mogen wezen. Het gevaar hadden we genoemd, die eerste gedachte. Voor de wijn gaat, maar ten tweede daar de opdracht en de bede. Want daar wordt hier zo genoemd, vangt gij lieden ons de vossen. De kleine vossen staat er zo, die de wijngaard komen te verderven. De beroeders van de wijngaard der kerk, die verleiders en die valse leraren en de leerlingen die gebracht komen te worden, die zo ongemerkt binnensluipen. Je ziet het zo nog niet, maar er wordt aan de grondwaarheden, aan de wortelwaarheden, er wordt aangeknaagd aan het fundament der kerk, geliefde. En het is een tijd waarin wij beleven, waar de grondstukken en de grondwaarheden schier niet meer gehoord komen
te worden, waar een andere leer begint daar op te gaan, aan die leer komen te brengen daarin, en waar we ons mee zullen bedriegen, op weg en reis naar de eeuwigheid. Dominee, je voelt je eigen zelf zeker veel beter. Je bent zeker zelf veel rechter. Nee, geliefde, als God een kruimel licht komt te geven, dan moet ik zeggen, oh God, er loopt geen mens rond, die zo krom komt te wezen, als die hier komt te zijn. Maar God maakt het ook wel eens recht, hoor, in hart en zielen leven, en over het openbaar te blijven, om daar in de weg te gaan, niet pleisteren met loze kalk, maar dat er ene weg, waar Christus zelf van getuigt in dat goddelijke woord, ik ben de weg, en die dan met al mij ingaat, die deur, die zal ingaan en uitgaan, en wij de komen te vinden. Vangt gij lieden ons de vos, het zijn de woorden van de bruidegom, maar het zijn ook de woorden van die kerk van Sulamiet, die opdracht en de bede. Het is een opdracht Gods, tot zijn tot de herders en leraars, tot de opzieners der kerk. Het is de opdracht van die bruidegom, maar het is ook de bede van de kerk, maar ze moeten inleven, dat ze geen ene vos buiten de deur kunnen houden. Maar we moeten niet denken dat we iets vermogen in eigen kracht. Voordat we het weten, dan sluipt er alweer wat in. Zijn die kleine vossen, die zijn nog gevaarlijker als die oude vossen. En onderschat het niet. Want een vos, dat is een beest. Ja, hij kan zich zo stil houden in het rijk der natuur, dat je denkt, hij leeft niet meer. Nee. Ik heb alles meegehaald, we hebben wat jaren terug. Zullen misschien zijn onder ons die zeggen, dominee, hebben we wel eens over gesproken over die tekst? Ja, 4, 5 jaar geleden, hier en daar ergens. Toch, van de week ging het door omstandigheden, ging het ons een beetje bezetten. En hebben we toch gedacht er maar over te spreken, maar toen hebben we het misschien ook wel eens aangehaald. Je kan je eigen er zo in vergissen, nee. Want, ik weet nog, bij onszelf in onze vorige gemeente, ja, dan zat je rondom in de bossen en daar had je veel vossen, ja. En toen had daar een boswachter, die had een kooi neergezet achter het huis in het veld. Een kooi om een vos te vangen. En die boswachter had gevraagd, wil u elke dag even kijken, dominee, voor wat in zit? Ja, nou ja, dan heb je een paar van die jongens gewoon ook in het gezin. Van die, op, die vinden dat wel aardig natuurlijk, om even in zo'n kooi zit, zou er wat in zitten. En op een ogenblik kwam er een van de kinderen, pa, er zit er een in. Ja, ik zei, nou, dan gaan we kijken, hoor. Dan moeten we het die man maar laten weten. Ja, en het was zo'n grote stalen kooi. Dan leggen ze wat kippen aan de buitenkant. En ze leggen een kip in die kooi. En dan hangt er nog een keer een aan een draad in dat ding. En als die dan die draad pakt, dan valt er gelijk dat luik naar beneden. Dan zit hij erin. Maar die grote kooi waar dat hij in zat, die had aan de onderkant een beetje, was dat gaas een beetje gebogen. Een beetje wat uit elkaar. We zouden zeggen, er zat een soort opening. En die vos die was met alle geweld bezig geweest om door die opening te gaan en er zo onderuit te klimmen en te kruipen. Een hol te graven onderuit, want die opening als het ware die stond op de bodem. Je kon eigenlijk nog geen eens zo goed zien omdat die in het graf stond, maar die vos die zag het wel. En hij is er doorgekropen en toen kwamen we erbij en toen lag hij met zijn kop, lag hij buiten de kooi, zo onder de kooi uit en met zijn kop zo. Buiten die kooi. Maar de rest van zijn lijf, daar kon er niet doorheen. Dat was de klem. Die vos heeft het wel geprobeerd, maar hij kon er toch niet uitkomen. Maar toen we erbij kwamen, ik had de jongste van ons bij ons. Ik zeg tegen hem, hij leeft niet meer hoor. Hij is dood, hij doet niks meer. Ja. Het was doodstil. Ik denk, beestje is dood. Ja. En dan ziet het er eigenlijk heel onschuldig uit. En je loopt eruit toch nog wel een beetje voorzichtig. Echt zo, je hebt het er niet zo op, maar je loopt er toch voorzichtig. Geen enkele beweging. Ik zeg, hij is dood hoor, kom maar. Ja. En we zijn er vlakbij. En die vos, die begint ineens daar te schudden en te beven. En met die kop heen en weer en met heel zijn lichaam. Hij werd zo wild, werd hij. Toen merkte ik dat hij leed. Dan doe je een sprong achteruit. Want die vos,
die leefde nog, denk erover, geliefden. Het zal wezen tot aan het einde der dagen, dat de vossen zullen blijven leven. En het zal eerder strijden de kerk zijn. Onderschat het niet. Dan denk ik aan dat duivenvolk, hey, dat is Gods volk en dat is Gods kerk. Dat is dat duivenvolk. En die duifjes die lopen zo argeloos daarover die aarde. En die vos, ja, die houdt zich stil. Hij doet of dat hij er is, hij doet of dat er geen leven in zit. Maar als die duif vlakbij hem is, dan pakt hij daar zijn prooi. En hij heeft het in zijn klauwen. Ah, misschien zijn er vanavond onder ons die daar in een wegje komen te gaan. Misschien een harde muiden een plaatsje liggen over. En moeten zeggen, oh God, ik dacht dat het een ogenblik weinig rustig. Maar de vossen komen op.